Dit is Chris. Chris heeft zijn bureaustoel, zijn bureau, zijn beeldscherm niet goed ingesteld. Hij zit er dan ook een beetje bij als een zoutzak en daar heeft hij last van. Zijn collega's zien het ook en besluiten hem een handje te helpen. Ja, je hebt eigenlijk ook wel gelijk. Ik zit er als een zoutzak bij. Tijd voor een toolbox tip. Ja, arbo-catalogus. Dat ik daar niet aan gedacht heb. Dankjewel, man. Top. Ah, we beginnen met de rugleuning. Zet de rugleuning rechtop. Stel de hoogte van de zitting zo in dat je met de voeten plat op de grond staat. Je knie moet in een hoek van 90 graden staan en je bovenbeen moet horizontaal zijn. Zorg voor ongeveer 4 vingers ruimte tussen je been en je zitting. Ga helemaal achter in de stoel zitten met je rug tegen de rugleuning. Zorg dat je met een licht holle rug zit. Dit doe je door je rugleuning te stellen. De rugleuning zit goed als je de bolling van de rugleuning net boven je riem voelt. Stel de hoogte van je bureau in. Je bureau staat goed afgesteld als je schouders ontspannen zijn. Je schouders zijn ontspannen als je armen op het bureau leunen en de spier in je schouder zacht aanvoelt. Als de schouders opgetrokken zijn, is het hier hard. Als je schouders ontspannen zijn, is het hier zacht. Beslis of je wel of niet armleuningen wilt gebruiken. Belangrijk is dat je goed kunt aanschuiven. Lukt dat niet, haal de armleuningen er dan af. Kijk, dit is een opgeruimd bureau. Wat je nodig hebt, ligt dichtbij en wat je niet nodig hebt, ligt verder weg. Je toetsenbord en je muis heb je vlak bij je. Je zorgt ervoor dat je toetsenbord vlak ligt door de pootjes in te klappen. Ook zorg je dat hij recht voor je ligt. Belangrijk is ook dat je je muis vrij hebt. Bij je beeldscherm is het belangrijk dat hij op armlengte afstand staat en recht voor je staat. De hoogte van je beeldscherm moet zo staan dat je kinlijn recht blijft. Bij meerdere beeldschermen is het belangrijk dat je je hoofd zo min mogelijk hoeft te draaien. Let op je polsen. Als je typt, mogen je polsen niet te veel knikken. Zo zit je goed. Achter in je stoel en laat je armen rusten. Zorg niet dat je op je armen leunt. Zorg dat je schouders ontspannen zijn en dat je polsen niet onnodig knikken. Blijf niet met problemen rondlopen en bespreek ze met je baas. En zorg gewoon dat je regelmatig van je stoel afkomt. Zo, top. Die kan weg.